Vandaag maak ik kennis met Martin Rodink. Hij is keizer van schutterij Sint-Brigida. De schutterij behoort tot ons cultureel erfgoed en ook tot de identiteit van Limburg. En daar zijn we best wel trots op. Martin, wat betekent het om keizer te zijn? Keizer te zijn van de schutterij betekent dat je 3 keer achter elkaar de koningsvogels hebt kunnen afschieten. En als je dus 1 keer de koningsvogel afschiet, ben je 1 keer koning. De 2e keer ook koning en de 3e, dat is het ultieme, dat is keizer worden van de schutterij. Het verenigingsleven en dus ook de schutterij, die zorgen voor de samenhang in elk dorp. Ja, klopt. 50 plus zet zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Wij willen de subsidie op landbouwproducten wat verminderen en we willen dat geld besteden aan voorzieningenniveau op het platteland. Wat kan Europa hier voor jullie betekenen? Het is heel erg belangrijk dat wij onze eigen kerk behouden, onze dorpsgemeenschap, ons verenigingsleven. En dat wij een goed pensioen kunnen opbouwen en dat wij in rust in onze gemeenschap kunnen blijven wonen. Ik heb genoeg munitie voor 50 plus in Brussel.